Signore, andiamo, fai story, let's go, come on. We're gonna go work out a plan, so get your asses right here, alright? Right now, come on, forget it. Come on now. In case you were wondering if it's Photoshop, nothing's Photoshop, alright? We're doing abs, we're doing biceps, so let's go. Come on now. And we're doing for no cardio. If you didn't know, I love me some burpees. So come on now. You ready? And don't forget, I have bonus. I got bonus tips for you, alright? On how I lost 50 kilos even in quarantine, alright? Come on now. Get your asses in. Come on now. Come on. It's what you're here for. But you gotta work for it, okay? Let's go. Come on, Julie. You all well, ladies? Give a shout out! Lot Ranger, Colombia, Ben, Bonaire, Belgium, Philippines, Netherlands, come on now! So beautiful to see! Everyone around the world, get it up! Come on! We're gonna get a bottom, alright? Let's go. 8, 6, 3, 4, 5, 6, 7,
girls, let's do this. Hi Trace, hi Rachel, Kajal, welcome dames, pak je dumbbells. As promised, we'll work on the biceps. Alright? Hou je dumbbells voor. Gewoon op deze manier, voor je. 5, 4, 3, 2, om en om. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Geef me nog 10, you got this. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, en 1. Beautiful. Hold me for. Op deze manier, alright? We gaan op het dubbel. Ready? 3, 2, 1. Dubbel op. 1 en weer. 2 en weer. 3 en weer. Go. 4 en weer, go, 5 en weer, go, 6 en weer, 7, weer, 8, weer, don't swing, 9, weer, 10, give me 5 more, you got this, 5, weer, 4, weer, 3, weer, 2, weer, en 1, beautiful, zet hem even neer. Alright, dames, you ready? Let's have some fun. We got some burpees. 10 burpees, let's go. We mag een modify doen. Let's go. Modify. Mag altijd daar. Alright, guys? 4, 10 maal. 3, 2, 1. Open. 1. 2. 3. 4. Pak je dumbbells. Doe het draai. 5. Hold voor je. Ready? Om en om. 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, kom bij. Check it off. Dames, give me 5 burpees. Come on. We ain't bullshitting you. Alright? You can do this. Let's go. 5, 4, 3, 2, 1. Go break. 8, 2, 3, 4, 5. Well done. Woo. Shake it off. You all still there, right? Come on now. Pak één dumbbell. Just one, alright? 5, 4, 3, 2, 1, hammer curl. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Woo. Switch check. 3, 2, 1, go away. 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Woo. Shake it off. Shake it off. Shake it off. Pak beide. 5, 4, we gaan hem roteren en we komen op. 10 maal. 3, 2, 1. 1, 2, roteren. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, give me 10 more. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, beautiful. 3, 2, and 1, beautiful. All right. Damas, give me burpees. 5 more. 5, ready? 6, 5, 3, 2, go. 8, 2, 3, 4, 5. Woo! Beautiful. You're still there, right? Come on now. Pack your dumbbells, man. I hope you're alive.
I hope you well. Slug your water out of mud and roll your matcha earth. Let's go. We still gotta do those abs. They're fired up. So let's go. Let's go, let's go. Come on now. Flecky is in the way again. Bicicleta, esto es por soltar.
on, babe. Woo! Can you feel it? Come on now. Well, I have a bicycle. Go where? You ready? Yes. Woo! Dames, we hebben 500 van 10 gehad. En ik heb zin om door te gaan hiermee. Like, can you feel it? Can you feel your lungs going like this? It's exhausted, right? Come on. Dus dan gaan we lekker door daarmee. We gaan nog voor 3 rondes van 20. Let's double it. Let's double it. Want als ik naar mijn mensen kijk die er allemaal daar zijn, I know they can do it. So don't you dare let me down. Alright? 3 rondes van 20. You can do this. You're my sexy gangsters. Come on now. Come on now. Dit is Chintoy voor ons. We can do this. Wie heeft je opgevoed? Wie? Wie?
You know it's your girl. You know it's your girl. Dames, 3 van 20, alright? Keep on going. Ready? 5, 4, 3, 2, 1. Woo! Second round. Okay? Fear. Better work for it. Okay? Fear. Okay? Fear. 3, 2, 1. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Still smiling. How about you? You okay? You all okay? Because we not done. If you think we are done, we not done. Woo! Dames. Hebben 300 van 20 gehad. Let me push it a bit more. Wat dachten jullie van? Meh. Meh. 2 rondes van 30? You know, that's chintori, right? We can do 2 rondes van 30. Yes, you can. Yes, you can. Dag, Michelle! Michelle's in the house. She's back. She's safe. And she's joining us. Mwah! Welcome, schat. Welcome, lieve schat. Welcome, lieve schat. Hi, Rufina. Welcome, 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 welcome. You ready, dames? We gaan voor 2 rondes van 30. We gaan het er pittig maken. En als ik zin heb, maken we er gewoon 3 van 30 van. What you guys think, right? Ik heb jullie allemaal nu opgevoed. Jullie krijgen nu al een maand les van me. I know you can do this, alright? 3 rondes van 30. Bring it on! Sweet creation! Woo! Kom op, dames. 3 rondes van 30. We can do this shit. It's chintori. Let's go, let's go. Come on. Come on, yeah. But don't you dare go anywhere. Alright? Stay right there. Alright? Woo! Slok je water, slok je thee.
damas, ik weet niet van jullie, maar ik heb zin om lekker strong af te sluiten. Alright? Pak een dumbbell. Pak een dumbbell en ga staan. Alright? We zijn in een fat burning mode. Alright? En we zijn niet te stoppen. Hell nee, we zijn niet te stoppen. So right. Pak je dumbbell. Just one. Let's go. We gaan voor dumbbell snatches. Alright? Je gaat hem dus brengen vanuit beneden en op. A, chest up, up. Alright? Dames, ready? Zit in een squat. 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Let's go, let's go, let's go. 7, woo! 8, 9, 10. Beautiful, beautiful. All right, other side, okay? You can do this, give me 10. Tell it off, tell it off. Zitten, 3, 2, 1, go. 1, 2, 3, 4, 5, kom op, kom op, kom op, kom op. 6, 7, 8, 9, en 10. Beautiful. Woe! Well done, dames. Well done, well done. Dames, don't go anywhere, because I have a bonus. We gaan nog voor 5 burpees. Chintori, right? Gewoon omdat het kan. Last one. Make it count. We got a 4. 5. 4. 3. 2. 1. Let's go. 5. 4. 3. 2. And 1. Well done, ladies! You did well! Woo! Suck your water! Because you did well. Go, Rufina! Woo! Mm-hmm. Oh my god! Tastes heerlijk. So cold, so good. Welcome, dames! You've survived another heavy hitter. Ik hoop dat jullie genoten hebben. Now, regel je ademhaling in door je neus, uit door je mond. Nogmaals, heel diep in. En wel dan dames. Dames, we gaan voor our cooling down. En daarna, what you've been waiting for, how I lost 4 kilo while still having all those yummy, yummy snacks. Maar voordat we daar gaan, let's have a cooling down. Alright? Welke poeken gaat het vandaag worden? Laten we deze doen. Woo! Let's go, ladies. 5. I hope you had fun, dames. It was a bit heavy, but that's how it's supposed to be. Alright? Don't forget, hierna volgen de tips en tricks on how I lost 4 kilo and how to get these abs. 5, 4, 3, 2, 1, bring it down. Nice and easy. 5, 4, 3, 2, 1,
go. Ooh. Five. Four. Three. Two. Switch. Five. Four. Three. Two. Bring it all the way up. Up. Shoulder, shoulder back. Roll it back. Beautiful. Dames, kuit spieren. Achtervoet plat. En je hangt naar voren. Vijf. Vier. Drie. Twee. Eén. En switch. How many times do I have to tell you? Five. Even when you're crying, you're beautiful. The world is beating you down. Beautiful. Alice. Five. Four. Three. Two. I can't stop. Switch. Five. Four. Dames, heel diep in. Ready? 3, 2, 1. Heel diep in. En één. Heel diep in, dames. En uit. One more time. Heel diep in. En uit. Jezelf, schouderklap, schouderklap. Well done! Woo! Dames! All of me loves all of you. Dames, ik hoop dat jullie genoten hebben. En, dankjewel schat, it was good. Sonja's in the house. Ladies, ladies, thank you all for sticking through it all. Ik hoop dat jullie genoten hebben. And now. The moment you guys have been waiting for. I asked for 50 comments. Alright, 50? Yes. And I would share my secrets with you. Dames het klopt. I have lost 4 kilos. Tijdens deze hele quarantine. And I have had daily. Either a donut, chocolate, or snack, or whatever. Alright? Maar nu ga ik met jullie share the secrets to how I did that. Alright? Als je mijn post eerder hebt gevolgd, heb ik al een paar punten voor jullie opgeschreven die ik nu ga. Ik ga me verdiepen erin voor jullie. Alright? Oké. Okay. Dames, get ready. Ik heb namelijk wel geschreven voor jullie. Maar jullie zien het spiegelbeeld van mij. So, this was not going to work. Alright, this was not going to work. Ik heb mijn best gedaan, but I am not going to write in spiegelbeeld voor jullie. So, blooper. Ga ik hem gewoon mondeling right now hier, zonder het te wijzen, met jullie share. Alright, het meest belangrijke. And the first thing on my list is intermittent fasting. Alright? Maar wat is intermittent fasting eigenlijk? Als je naar het woord alleen kijkt, zegt het je al. It's about fasting. It's about jezelf onthouden van voedsel voor een bepaalde tijd. Klinkt extreem,
but it is not. Okay? Eh, kalam dus stops geweest aanpakken. Als je goed nadenkt, doen de meeste het van ons het al. We doen al een vorm van intermittent fasting. Hoe? Vraag jezelf af. Nou, stel je slaapt om 10 uur 's avonds en je bent de volgende dag 6 uur 's morgens op, dan heb je in totaal al 8 uur gevast. Als we ervan uitgaan dat je om 8 uur 's morgens al je ontbijt gaat hebben. Your breakfast. Alright? Nogmaals, volg me. De meeste van ons doen al aan een vorm van fasting. Als we om 10 uur 's avonds gaan slapen en als we om 8 uur in de ochtend onze breakfast gaan hebben. Dan heb je in totaal om en bij 8 uren, 10 uren gevast. Alright? Maar, intermittent fasting gaat het brengen on another level. Alright? En dan kan je hebben een fasting schedule van 12 om 12. Dat wil dus zeggen 12 uur vasten en een 12 uur window om te eten. Voorbeeld, je laatste maaltijd was dus om 8 uur p.m. in de avond. En je eerste maaltijd is dan weer om 8 uur a.m. de volgende dag. Dat is precies 12 uur vasten. Alright? 12 uur. En dat is perfect als beginneling. So what happens wanneer je gaat vasten? When you fast, ladies, dan gaat je insuline omlaag. Insuline is dus een hormoon dat je weight gaat influenceren. Alright? It will influence your body weight. Het moment dat je eet, you will spike your insulin levels. Pop, 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 pop. If your insulin levels get spiked, dan ben je in feite in fat storage mode. Alright? Je bent in fat storage. Als je eet, insulin spikes up, you will be in a fat storage mode. En hoe meer uren in een dag je dus gaat eten, des te meer je gaat zijn in een fat storage mode. Terwijl je wil zijn in een fat loss mode. En die gaat er dus zijn wanneer je gaat vasten. Dus met andere woorden, hoe langer je vast, hoe langer je zonder voedsel blijft, hoe langer je dus in een fat loss staat bent. En dat is wat wij willen hebben. De perfecte intermittent fasting schedule voor mij is een 16 uur vast om een 8 uur eating window. 16 uur vasten. Voor mij zou dat betekenen mijn laatste maaltijd hebben om 7 uur 's avonds. Yes, 7 uur 's avonds en dan pas weer om de volgende dag eten tegen een uur of 11 uur 's morgens. Alright? Dan zitten we in een 16 uur fasting mode. Wat gaat gebeuren? Omdat je lichaam in die 16 uur niets heeft gehad, let erop, when you do this fasting, mag je alleen maar water nog drinken, je thee nog drinken en je koffie nog drinken, maar dan zonder suiker. Dat is die churi. Alright? Je mag nog alleen maar water drinken, je thee drinken en je koffie drinken during that fasting period. Wat gaat dan gebeuren? Omdat je insulin levels op dat moment laag zijn, dan gaan we in fat burning mode. Wat gaat je lichaam dan doen? It is going to use up all that storage, fat storage that you have in you. Dat gaat het gebruiken. Omdat je op dat moment niets anders hebt in je lichaam. You have nothing else to use as energy. Maar guess what? Zelfs wanneer je slaapt, ben je ook nog bezig te verbranden.
Je ademt, je beweegt, je bent sowieso bezig. You're human. You are alive. So your body will need energy. En van waar gaat hij het op dat moment halen? Because you are fasting. Het komt dus van je vet. En daarvoor is je vet er. Alright? So your body will consume that fat op dat moment omdat je niets anders hebt. That is dus intermittent fasting. Dames, ik hoop dat ik jullie heb geholpen met dit gedeelte right here. If you have questions, you can drop them right now. Oké? Maar we gaan verder. Dat is het gedeelte van intermittent fasting. Voor mij, de best method is dus een 16 om een 8 uur. 16 uur vasten. No eating. Let erop. No eating. No eating. You can have your water, your tea or your coffee. Alright? En dan breek je fast na 16 uur. Vind je 16 uur nog net te extreem? Build it up. Begin met 12 uur. Bring it up naar 13, 14, 15. Let erop, het moet comfortabel blijven voor jezelf. Op het moment dat iets comfortabel blijft voor jou, dat wil zeggen je gaat hem gewoon dagelijks als routine doen. Alright? Werk ernaartoe. Baby steps. It's not all or nothing. Alright? Begin tenminste met 12 uur en work your way up naar die 16 uur fasting. Alright? Je moet niet denken dat men zegt van breakfast is the most important meal of the day. No. Breakfast letterlijk betekent dat breaking fast. And you can break your fast whenever you want. Maar ik kies er dus voor om hem pas na 16 uur te breken. Alright? That is that. Oké, we gaan verder. Na intermittent fasting heb ik nou het meest belangrijke, tweede meest belangrijke, is dus de 80-20 rule. Wat wil dat zeggen? De 80-20 rule. Dat wil dus zeggen op dagbasis, en this is the fun part. This is the fun part waar jullie op hebben gewacht. This is to keep me sane, to keep me mentally also healthy. Alright dames, we zijn allemaal mensen. And right now we are in a quarantine. Dus zijn we vaker geneigd om naar een snack or whatever te pakken. And that is okay. As long as you follow the 80-20 rule. What houdt dat in? Dat wil dus zeggen dat 80% van je voeding voor die dag, for one day, bestaat uit gezonde voeding. Alright, en met gezond bedoel ik je rijst, je groenten en je vis of vlees. Alright, those are the building blocks die je nodig hebt. Your body will need those. Alright, je groenten, je vlees, je rijst. Je hebt dat alles bij elkaar nodig. Ik sluit niets uit. This is not a ketosis diet. Alright, dit is gewoon de basis. Dingen die je op dagbasis nodig hebt. Als je voor 80% van je dag op je voeding let, you can spare that 20% aan a donut, an ice cream or a bag of chips. Dames, meer nog als je dit gaat combineren met intermittent fasting. Intermittent fasting zet je al in een 16 uur fasting window. Dus je hebt ongeveer 8 uur om te eten. Dus stel je eet pas tegen een uur of 11 uur 's morgens of 12 uur 's middags je eerste maaltijd. Je maaltijd bestaat uit vis, vlees, je groenten en je rijst. Alright? Dan zit je daar ongeveer op roughly 750 calorieën. Alright? Stel 's avonds you have the same meal. 750 calorieën. Zit je op 1500 calorieën. En nu komen wij dus op het gedeelte van keeping track of your calories. Want dit alles gaat gepaard met elkaar. De doorsnee vrouw heeft ongeveer 2000 calorieën per dag nodig. Niet meer dan dat, niet minder dan dat. Om men bij 2000 calorieën
to stay at her current weight. Dus, 2000 break even. Je hebt stel voor een dag, omdat je intermittent fasting doet, in plaats van de normale 3 maaltijden per dag, heb je maaltijden teruggebracht naar 2 maaltijden per dag. Om 12 uur middag een maaltijd van 750 calorieën. In de avond ook een maaltijd van 750 calorieën. It's all added up to 1500 calorieën. Stel you add a donut, stel you add an ice cream, die zijn om en bij 200 calorieën per dag. Dan zit je op 1500 plus 200 calorieën, zit je op 1700 calorieën. Dat wil dus zeggen 300 calorieën op dagbasis minder. And that is what you want. That is the beauty of skipping one meal. Als je lichaam traint to skip that one meal, breakfast in de meeste gevallen is rond de 400 tot 500 calorieën. Als het gaat om 2 sneetjes brood, etc., etc. You name your breakfast, alright? Dan zit je om en bij op 500 calorieën. Skip that. Have your lunch. Have your dinner. En dan heb je nog genoeg plek voor een stukje chocola, een donut of fruit. Dames, ik zeg niet dat je je fruit moet uitsluiten. Alright, dat wel heel. Let's be transparent about that. Je snack can consist of anything you want. Anything you want, but you cannot have it all at once. Je wil nog steeds onder de 2000 calorieën zitten. Alright? So again, 750 calories for your lunch, 750 calories for your dinner, adds up to 1500 calorieën, en dan heb je dus nog genoeg plek to add a snack if you want to. Natuurlijk, wow, even out of focus. Natuurlijk, dames, mag je ervoor kiezen to not eat that donut. It's all up to you, oké? Okay? Maar daar gaat die 80-20% rule op bij mee, alright? It's all about keeping yourself happy. Life is supposed to be fun. Je kan het alleen maar vasten. Dat gaat leiden op den duur de yo-yo effect. Je gaat afvallen binnen zoveel weken, x aantal weken. En daarna ga je gewoon weer in de trap vallen. En je gaat je normale eetpatroon oppakken. Dat is niet de bedoeling bij intermittent fasting. Dat is niet de bedoeling bij de 80-20% rule. Dames, keep it fun. Alright? Keep track of your calories. Je mag altijd... Je meals, je mag ze een beetje meer schatten het aantal calorieën, maar nooit minder. Alright? Calories, schattingen, die kun je allemaal opzoeken via Google. Hoeveel calorieën je ongeveer hebt in een bepaalde maaltijd. Gewoon even invoeren en je komt er wel zelfs uit. Dames, again, if there are questions, you can drop them in the comments and I will answer them right now. Okay? Terug. Now, 2000 calories. Please try and keep track. Het gaat om en bij, het gaat om een globale schatting. Alright? Please read. I'll be right back. Give me 1 second. So, say you want a snack. You can have whatever you want, but not all at once. Altijd je nutrition facts lezen. We staan er niet bij stil hoeveel verschil het kan uitmaken. Let erop. Calories in versus calories out. Je kan niet meer calories nemen dan je verbrandt. Dus stay in je 2000 calorie zone. Alright? Now, about the snacks and the calories. Kijk, deze bestaat uit 250 calories. Terwijl deze, als je even gaat zoeken in de winkel,
dan bestaat deze maar uit 90 calories. Een groot verschil met die 250. Oké? Okay? Bespaar jezelf, but you can still snack if you want to. Wil je dit niet hebben? No problem. Je mag ook altijd een appel eten. Dat is dus vele malen gezonder. If you want to snack on an apple of watermeloen, go ahead. Een appel heeft maar 65 calorieën. Watermeloen, je mag genoeg eten en je komt niet eens op 100 calorieën. But if you want that donut, ladies, een donut is ongeveer 150 calorieën. You can have that als je dus let op wat je eet. Alright? Let op je lunch, let op je dinner. Dan heb je nog de spare calories waarmee je kan gaan spelen. Alright? So, keep track of your calories if you can. Alright? Je moet om en bij schatten. Het gaat niet om de perfect aantal calorieën. Het is just een ruwe schatting die je kan gaan maken. Dames, en als laatst gaat het om consistency. Je moet consistent blijven. Tell me this. Hoe lang heeft het geduurd voor jullie om te zijn waar jullie zijn op dit moment wat jullie gewicht betreft? Don't lie to me. Het heeft zeker een x aantal maanden geduurd. En voor sommigen zelfs een x aantal jaren. So, geef jezelf de kans. Give your body a chance to adapt to a new lifestyle. En daar gaat het om, dames. It's a lifestyle change die je gaat moeten maken. Alright? Be consistent. Week in, week out. Day in, day out. Week in, week out. En je zult merken dat je gaat afvallen. It's very simple. Calories in versus calories out. Als je minder calorieën naar binnen neemt dan je verbrandt, wat denk je dat gaat gebeuren? Je gaat afvallen. It's not rocket science. Alright? Maar natuurlijk, not all calories are made the same. They are not made equal. Vind je dat je sneller wil afvallen? Then don't eat this. Eet dan liever een appel. But you can keep sane. Het mag wel, zodra je wel onder je 2000 calorieën blijft. Dames, we gaan terug op die 80-20% rule. What about a cheat maaltijd? Dames, als je 5 dagen in de week je hebt gehouden aan de 80-20% rule. En stel je wil op de zaterdag of de zondag een cheat maaltijd hebben. Guess what? You can have it. Hallelujah! For barbecue chicken and fries. For KFC and for McDonald's. And for some goddamn good burgers and pizza. Je mag het hebben. Lieve mensen. Your body. Hij mag niet vast blijven on this rhythm. Alright. Als hij consistent hier is geweest. And guess what? In het weekend gooi je wat vuile olie erin. Gaat je lichaam twice as hard moeten werken. It's gonna spike up. Omdat hij dan extra moet gaan verbranden. En dat is wat je wil hebben. Do not think dat je geen cheat mag hebben. Dat is het nou juist. 80-20% rule. Here's the thing. Als je 2 maaltijden per dag hebt. En je hebt 7 dagen in een week. Wil dat dus zeggen 14 goede maaltijden in feite. 14 gezonde maaltijden. Stel, je wil de zaterdag 1 keer cheaten, 1 maaltijd, 1. En de zondag ook 1 maaltijd cheaten. Guess what? Je hebt nog steeds 12 gezonde maaltijden tegen 2 minder gezonde. So you are still in that 80-20% rule. Oké, okay? Je mag het hebben. Give your body the push om extra hard te gaan werken. So go get yourself that KFC on the weekends. Go get yourself some pizza and pasta. It's alright. Alright? So, nu dat we dat al hebben gehad. Ik hoop dat jullie dat meenemen. Gaan we verder voor some bonus tips. Bonus tip, dames, nummer 1. It's not even a tip, it's not even a bonus. Beweeg elke dag een 30 minuten.
It's a given, right? Elke dag 30 minuten bewegen erbij. And guess what? Je hebt ongeveer 200 tot 300 calorieën dan verbrand. It's a win-win. Check this. Als je 200 tot 300 calorieën per dag meer verbrandt, plus je hebt 200 tot 500 calorieën minder naar binnen gehaald die dag, omdat je je breakfast hebt geskipt. Guess what? Je gaat dubbel zo snel afvallen. Logica, lieve dames. Logica. Alright? Skip your breakfast. 500 calorieën minder. Boost your workout voor 300 calorieën extra verbranden. Guess what? Dubbel en dwars. Feta fatu. Right there. Alright? Dat is dat, dames. Also, wat ik jullie kan meegeven als tip. Dames, get in your 8 hours of sleep. Men vergeet vaak genoeg the benefits of having a good night rest. Dames, let me talk to you for a minute. Oops, don't have it here. Alright, Niera. Je lichaam, if it's under too much pressure, if it is under too much stress, guess what? Wij maken dan cortisol aan. Cortisol is een stresshormoon die zorgt voor meer specifiek buikvet. En dat is wat we willen verminderen. So, your body will need its adequate rest na een dag hard te hebben gewerkt, na een harde, intense workout. Give your body the rest it deserves and it needs. Alright, dames, geef jezelf ongeveer 8 uren heerlijke slaap per nacht. Do it. Je gaat een groot verschil ook merken. Do it, do it, do it. Just enjoy your sleep more. That is that. Tip number... Wanneer gaan we? 3. Ga veel meer drinken. If you get hungry tijdens het vasten, mag je altijd drinken. En vaak genoeg moet je lichaam wennen. Dus hij gaat zeggen, it's going to send signals and tell you, hey, I'm hungry. It is up to you now om je body te trainen om te zeggen van, hey, nee, you are not hungry yet. And what? Go drink your water. En dan komen we op tip nummer 5. Groene thee, dames. Groene thee helpt. Alright, green tea. Get your green tea, dames. It has enough antioxidanten. Dus dan ook, het zorgt dan ook voor dat je alle gifstoffen haalt uit je lichaam. Ladies, that's it for me today. I hope you enjoyed. Ik hoop dat jullie genoten hebben. Ik hoop dat jullie wat tipjes van mij kunnen meenemen. So, you've had your workout. Go try the fasting. Let een beetje op je calorieën intake. Stay under the 2000. And let me know how it works out for you. Dames, this is me, Sam, signing out. Peace. Wees lief voor elkaar. And I'll see you all on Friday. Let me know in the comments below what you vind van intermittent fasting, the 80 to 20 minute rule, the calories opname die je op dagbasis maakt. And let me know how it all works out for you. Okay, ik ben benieuwd. Dames, ciao. This was Sam, your trainer, signing out. See you on Friday.